Hallo allemaal en welkom bij weer een procesvideo. Ik ben Nancy Horsten van In The Pocket en ik ben bezig met een 8,5x11 layout van mijn oudste dochter voor in mijn happy planner, happy memory keeper van Me and My Big Ideas. En dat is een big planner, zeg maar. En daar passen deze layouts van 8,5 bij 11 inch eigenlijk precies in. Ik heb al wat papiertjes uitgezocht. Dat is altijd de eerste stap voor mij in ieder geval. En dat zijn gewoon papiertjes uit blokken van de Action. Volgens mij allemaal. Ik ben niet helemaal zeker van die zwart met witte. Of dat die ook uit een blok is van de Action. Maar die andere drie in ieder geval wel. En ik heb deze keer twee foto's op een layout. Punt 1 omdat ik niet kon kiezen. Ik vond ze allebei leuk. Het gezichtje was op allebei de foto's schattig. Dus vandaar dat ik ze allebei heb gekozen. Maar ook wel omdat ik een beetje op zoek ben naar een keer iets. Een wat ander ontwerp of zo van mijn layout. Ik merk dat ik nu al wel een beetje alle layouts op elkaar vind lijken. En ik weet eigenlijk niet zo heel goed hoe dat ik dat moet veranderen. Want er zijn ook wel heel veel layouts die ik zie die voor mij dan niet helemaal passend zijn. Of wat ik niet zo snel zou doen. Maar wat ik nu doe vind ik op zich wel heel mooi. Maar als het iedere keer steeds van hetzelfde is, dan wordt het misschien ook weer saai. Dus ik merk dat ik daar een beetje zoekende in ben. Maar ik dacht, als ik in ieder geval een keer een layout maak met twee foto's, dan is het in ieder geval alvast wat afwisseling. Ik gebruik ook dit tissue paper, is dat, denk ik, dat je dat noemt. Dat zit vaak in de verpakkingen van schoenen en zo. En die bewaar ik altijd, omdat ik mijn grote scrapbookheldin Inky Quill, die gebruikt dat ook als je haar video's kent. En dan heb je dat ook al gezien. Dat doet zij volgens mij ook in vrijwel iedere layout. En nou heb ik eigenlijk vaak zoiets van, voegt het nou wel eigenlijk echt iets toe? En daarom gebruik ik het zelf ook niet zo heel erg vaak. Dit is volgens mij de eerste keer dat ik het echt gebruik. Omdat ik hier die foto's op zwart gemat heb eerst. En vervolgens ook nog op dit zwart met witte papier wil doen. vind ik het wel fijn als daar iets toch wat zachters terugkomt. En dan valt het ook wel echt op die tissue paper. Dus in dit geval heb ik wel het idee dat het echt iets toevoegt. En dat zie je straks in de layout ook echt nog wel terug. Alleen die andere foto, die zet ik uiteindelijk op dit. Nee, wacht even. Op dat andere papier. Ik dacht dat ik die meteen, oh ja, deze dus, meteen ging pakken. Daarop valt het dus wel weer minder op. En ja, het voegt altijd wel iets toe natuurlijk. Het oog ziet uiteindelijk meer dan we denken. Maar je ziet het wel minder goed dan op die andere, op die donkere ondergrond. Dus ik denk dat tissue paper het meest toevoegt op een donkere ondergrond. Maar het is dan, wat Inky Quill ook altijd zegt, is inderdaad dat ze het iets een wat zachter effect wil geven of zo. En dat doet het inderdaad wel op die donkere achtergrond, ondergrond. Dus is een tip, iets wat je misschien zou kunnen gebruiken. Deze foto scheur ik alle randjes ook om een keer wat anders te doen. Meestal scheur ik maar één randje en de rest knip ik of snijd ik. Maar deze doe ik dat weer allemaal, die ene foto, en die andere dus niet. Dus ook om een beetje wat afwisseling in de layout toe te voegen. Dit papier met die zwaantjes vind ik heel schattig. En ben ik even aan het kijken van hoe kan ik die toevoegen zodat er ook nog echt wel wat zwaantjes zichtbaar zijn. Want ik kan de foto natuurlijk wel daarop matten, maar dan zie je niet veel zwaantjes meer. Dus vandaar dat ik dat op deze manier doe. Dan zie je nog niet heel veel zwaantjes nog, maar wel een aantal in ieder geval. En dit een doily ga ik toevoegen.
Die zijn heel dun en die scheurt aan het einde. Maar ik ben ook niet heel voorzichtig, eerlijk gezegd. Want ik weet dat ik toch een deel onder de foto's ga doen. Dus dan denk ik, dan doe ik dat deel wel onder de foto's. Ik besluit om dit papiertje en om de volledige layout, zeg maar, even een lijntje te trekken. Gewoon om wat meer eruit te laten springen met deze, met die zwaantjes, omdat dat natuurlijk ook roze is en de achtergrond is ook roze. Roze bakstenen, heel gaaf dat papiertje, vind ik. Maar door er een lijntje omheen te trekken, ook om dat andere papiertje, springt hij er iets meer uit. En omdat in de foto's en in de papiertjes die ik gekozen heb ook zwart terugkomt, past een zwart lijntje natuurlijk ook altijd. Dus dan is het een beetje schuiven en zo, van hoe wil ik het allemaal positioneren. En dan ga ik meestal wel redelijk snel gewoon plakken, want dan je kunt het maar geplakt hebben. Hier ben ik wel een beetje zoekende, omdat ik, zoals ik al zei, toch wel wat zwaantjes nog zichtbaar wil hebben. Ik wil het niet helemaal over, daarboven ook niet over alle zwaantjes heen plakken. Zo heb ik het wel ongeveer goed gepositioneerd. En hier ben ik ook nog even aan het kijken weer van hoe kan ik deze het beste allemaal tegen elkaar aanplakken. Mijn eerste, zoals ik het nu doe, de eerste lagen, zeg maar, die ik vastzet, doe ik meestal maar een heel klein beetje tape of lijm. Gewoon zodat het even vast zit. En dan doe ik later, als ik de volledige, hoe noem je dat? Het volledige cluster, zeg maar, klaar heb. En dat naar mijn zin is, dan kan ik het verder gaan kijken waar ik het nou precies op de pagina wil plakken allemaal. En dat zet ik vervolgens wel heel goed vast met voldoende tape en ook nog vloeibare lijm. Dat zul je zo wel zien. Ik heb dat randje nog liggen, dat gescheurde randje met die wit met die hartjes. En dat vond ik daar nog wel leuk onder passen. Dus die besluit ik daar nog even bij te plakken. Oh, dan ben ik op zoek naar een titel. Ik wil een gouden titel, had ik al bedacht. En iets met hoera of gefeliciteerd of fijne verjaardag of wat dan ook. Omdat het dus over de vijfde verjaardag van mijn dochter gaat. Dus ik ben even naar de voorraad van mijn webwinkel gesneakt. En ik heb daar drie sets meegenomen die ik wel leuk vond. En ik ben even aan het kijken dan van welke vind ik het mooiste. En uiteindelijk ga ik voor deze. Want daar staat met die grote goudfolie letters heel groot hoeré op. En die vind ik wel heel gaaf. Dus die ga ik gebruiken. Deze set die is volgens mij, ik moet even nadenken hoor, Springfling is die van. Volgens mij heb ik hem nog steeds in de webwinkel. Niet veel meer, maar nog één of twee denk ik. Je krijgt wel, dat wist ik nog niet van tevoren, maar nu wel dat je twee keer dezelfde pagina met stickers krijgt. Vaak is het bij deze set zo dat je dus inderdaad twee 6 bij 12 inch stickervellen krijgt. Maar dat zijn dan over het algemeen ook allemaal verschillende stickers. Alleen dit is dus twee keer hetzelfde. Kan ook leuk zijn. Kun je dingen dubbel gebruiken. Maar over het algemeen vind ik het leuker als het verschillend is. Maar goed, dat had ik nog niet gezien. En anders had ik toch wel deze gekozen. Omdat ik ze wel heel gaaf vind met die goudfolie. En dan de andere teksten die erop staan, kan ik ook allemaal nog wel goed gebruiken in mijn layouts. Ik heb toch wel, ik moet wel iets meer titels hebben nog. Dus ik denk dat ik misschien de komende tijd nog iets vaker even mijn webwinkeltje induik. Want dat heb ik volgens mij in mijn vorige video ook al wel gezegd. Ik kan natuurlijk ook zelf titels maken met allerlei alfabetstickers die ik heb. Maar daar heb ik ook nog, ik heb er wel heel veel altijd overal meegenomen en zo. Maar weinig waarvan ik ook echt denk, wauw, die vind ik echt heel mooi of zo. En ik ben toch ook wel een beetje van het makkelijke. Dus dan vind ik dit soort kant-en-klare titels ook altijd wel heel makkelijk. En gewoon fijn dat je ook niet hoeft na te denken wat dat betreft over de titel. Maar goed, dan moet je dus wel voldoende titels in je stash hebben liggen. En daaruit kunnen kiezen. Dus dan heb ik er nog wel iets meer nodig, denk ik. Ik plak het even op een geodriehoekje. Gewoon om te kijken waar ik het wil plakken. Want dat is altijd even zoeken, vind ik, met waar ga je de titel plakken. Want ik weet dan natuurlijk nog niet waar de rest van mijn clusters of zo gaan komen. Dus ik heb die washi tape ook, geen idee waar die vandaan komt. Ik heb echt een hele grote bak vol met washi tape.
verzameld door alle jaren heen. Dus dan kan ik echt niet meer zeggen waar welke washi-tape van is. Maar die past er ook wel heel goed bij, want het is ook met goudfolie. Dus die laat ik links onder en rechts boven zo ongeveer ook nog even terugkomen. En dan ga ik zo dadelijk volgens mij de titel plakken. Die plak ik nog even extra vast met vloeibare lijm ook. Omdat ik vind dat ze niet zo heel goed plakken. Dat is al vaker zo met die, vind ik, met alfabet stickers en dit soort dingen. Dan zet ik ze vaak nog even extra vast. Zeker omdat mijn, als ik in een hoes werk, dan doe ik dat minder snel, moet ik zeggen. Maar in mijn Big Memory Planner, Happy Memory Planner, is het wel belangrijk dat ik het vastplak, omdat het daar los zit. Dan zit het niet nog in een hoesje of zo, dus daar wil ik wel echt dat alles goed vast blijft zitten. Dus dat zie je me nu doen, even flink versneld. Dat is wel op die goudfolie dat je snel vlekjes en zo ziet. Gewoon ook van je vingers of zo. Dus daarom ging ik er even met een doekje overheen. Dan ben ik nog even daar linksonder aan het kijken. Daar ben ik nou deze. Ik denk in eerste instantie deze woordlabeltjes te gaan gebruiken van In The Pocket Design van mezelf. Dus. Maar uiteindelijk gebruik ik daar iets anders. Want ik kom dan een ander stikkenveldje nog tegen. Ook met goudfolie. En dat, deze is dat. Van Maggie Holmes Crepe Paper. En dan komt hetzelfde goudfolie terug. Dus dat vind ik dan beter passen. Ik knip nog even een labeltje uit. Omdat ik wel ergens nog... ja, er staat wel hoera. En Laura, mijn dochter, heeft een grote 5 vast. Dus op zich spreekt het misschien wel voor zich waar de layout over gaat. Maar toch wil ik dat nog op dit labeltje iets duidelijker maken. Dus daarvoor gebruik ik deze stempel waarbij je zelf gewoon je woorden kunt maken. Waar alle letters op staan, zeg maar. Die kun je gewoon rollen tot ieder woord wat je wil. Heel fijn. En daar stempel ik nog even op Laura 5 jaar. En dat, die labeltjes die zijn ook van mezelf. Nou ja, labeltjes is niet echt een ontwerp te noemen of zo. Maar ik heb die ook op mijn freebie Pinterest pagina staan. Volgens mij inmiddels in 8 verschillende kleuren of zo. En ook in verschillende groottes zijn die labels. Die zijn echt heel makkelijk om gewoon bij de hand te hebben en uit te kunnen knippen voor dit soort dingen. En dat wit vind ik ook altijd wel weer... Daar gaat je oog ook wel weer snel naartoe, om dan op zo'n vrij drukke pagina dan toch ook wat wit toe te voegen. Dus vandaar dat die labeltjes eigenlijk altijd wel leuk staan, vind ik. Ik besluit ook nog zo'n kleiner formaat labeltje te nemen en daar ook nog iets op te stempelen zo dadelijk. En die ga ik hier aan de zijkant van die foto plaatsen. En zo komt wit eigenlijk ook op verschillende plekken terug. Want dan heb je dus daar rechts bij die foto en boven dat grotere labeltje. En daar links heb je natuurlijk heel die hoek met die zwanen. Dus ik vind het altijd wel mooi om welke kleur of wit of zwart of zo altijd op verschillende plekken terug te laten komen in de layout. Dan zoek ik even tussen mijn rollerstempels, stamps, welk woordje ik mooi vind. En volgens mij is dat hier gewoon Remember This of zo. Ik kan het niet zo goed zien nu, maar jullie waarschijnlijk wel. En die besluit ik ook meteen, dat zag je me trouwens net ook doen met die andere stempel, even her en der over de pagina ook uit te stempelen. Zodat je ze op die manier ook weer wat meer, ja, soort van clustertjes, maar dan met stempeltjes creëert. En dan plak ik daar dat stickertje. Ik was nog even aan het kijken of ik hem misschien links wilde hebben, maar uiteindelijk komt hij toch gewoon daar op dat plekje. Want daaronder bij die doily en onder de titel is er echt nog wel wat lege ruimte, vind ik. Dus daar ga ik uiteindelijk nog wel wat meer decoreren en zo ook. Deze zet ik dan ook vast, volgens mij. En dan plak ik dat, die folietjes, die zijn ook van dit bloemetje en dat hartje aan de andere kant, die zaten ook op datzelfde stickervelletje. En deze hartjes die zitten op die
set van, ook van Crate Paper zijn die, ja, zeg ik goed, van Little U. Dat zit ook datzelfde folie komt daarin terug, dat goudfolie, dus die kon ik ook goed gebruiken. Dan wil ik hem nog iets meer decoreren, maar vaak heb ik allemaal roze embellishments, maar omdat ik natuurlijk al de pagina al erg roze heb op de achtergrond, besluit ik om daar wood veneer voor te pakken. Dat is altijd wel, omdat het heel neutraal is en warm, voegt dat altijd wel veel rust toe in je pagina. En dat is bij wit en zwart over het algemeen ook wel. Alleen dat zijn toch iets hardere kleuren of zo. Voor zover je het al kleuren kunt noemen natuurlijk. Maar wood veneer, dat is gewoon heel warm. Dus dat voegt gewoon, zorgt voor rust in je pagina, vind ik altijd. Dus die voeg ik ook nog toe. Dan vind ik dat daar rechtsonder ook nog iets moet. Dus dan ga ik even tussen al mijn kleine dingetjes. Om te kijken of dat ik nog iets met die goudfolie kan vinden. Deze rondjes vind ik op zich wel heel leuk, alleen krijg ze niet helemaal erin gepast. Dus uiteindelijk ga ik daar niet voor. Dat is altijd wel even zoeken, vind ik, om de pagina het aankleden. Dat is ook wel op zich een leuk onderdeel van het proces. Maar op dit moment even niet voor mij, omdat je ziet dit bakje ook. En zo zien eigenlijk al mijn bakjes er op dit moment uit. En ik heb er volgens mij 8 of zo, of 9, 10, weet ik veel. Best veel van die bakjes. Die echt, daar heb ik alles gewoon in gegooid. Alles ligt door elkaar. En het is eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden dat ik het allemaal heb gesorteerd op kleur. Maar goed, dat is dus helemaal teniet gedaan door mijn afgelopen tijd memory keeping. Dus dan is het wat minder leuk, vind ik. Want dan weet ik bijvoorbeeld eigenlijk wel dat ik ergens iets heb waarvan ik denk, oh, dat zou hier eigenlijk wel heel leuk bij passen. Maar ik heb op dat moment dan ook geen zin om dat allemaal te gaan zoeken en heel die stash door te gaan. Dus dan probeer ik het te doen met de dingen die ik het eerste vind. En ja, dat is ook niet altijd leuk. Dus nou ja, ik moet gewoon mijn stash opruimen. Maar dat komt nog wel. Ja, ik had dus uiteindelijk dat dingetje gevonden nog met goudfolie. En nou ben ik mijn houtjes, mijn moedvineertjes allemaal aan het vastzetten. Dan kijk ik nog even of dat ik nog iets van enamel dots of zo kan vinden. Die moet ik trouwens ook iets meer hebben. Wat ik heb is vooral ook een beetje de goedkope, meer de plakparels en zo. Die ik ooit bij de Action of zo heb meegenomen. Maar die vind ik toch wel echt minder mooi dan de echte enamel dots en dit soort hartjes en zo. En ik vind die wel altijd heel leuk om de pagina mee te decoreren. Dus die wil ik ook nog wat meer gaan verzamelen. Uiteindelijk ga ik voor een aantal zwarte. Volgens mij heb ik ook niet veel meer wat ik nog toe wil voegen. Dus ik weet het eigenlijk even niet wat ik nou nog ga doen. Ik zet een lijntje blijkbaar om dit ding. Dus dat doe ik vaak als ik even moet nadenken over hoe ik nog verder wil gaan met de layout. Dan doe ik iets wat ik sowieso nog moet doen. En dan kun je ondertussen even nadenken en verder kijken. Oh. Oh, dit is het. Dus ik voeg niks meer toe, blijkbaar. Alleen nog Heidi Swap Color Shine. Als ik het zo goed zeg, volgens mij wel. Color Shine. Ja. In het goud. Alleen deze keer dus alleen in de hoekjes. In twee hoekjes, zeg maar. In plaats van over de hele layout. Dat had ik vorige keer gedaan, vond ik iets te veel. Dus dat probeer ik nu iets geconcentreerder te doen. Ik had ook voor zwart kunnen kiezen, maar dat is dan wel weer vrij hard. Dus vandaar dat ik toch voor goud ga. En vind ik het verder prima met de decoratie zo. Je ziet zo dadelijk ook nog wat inzoomfoto's. En dan is dit weer de layout geworden. Fijn dat je gekeken hebt. En als je het leuk vond, zou ik het heel leuk vinden als je deze video een duimpje omhoog geeft. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!